Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlogmas. Het is eigenlijk geen morgen. Het is 4:05. Mijn dag begon echt super gek. Als je mijn vlog van gisteren hebt gezien, dan heb je gezien dat ik een hele leuke avond had met mijn familie. Lekker drankjes gedaan. We hebben karaoke gezongen, we hebben gedicht gedaan en cadeautjes. En het was echt super gezellig. Vandaar dat we vandaag ook zo laat zijn wakker. Ik ben niet nu al wakker, maar ik ga zo meteen wel eten. Ik zie dat mijn camera bijna leeg is. Dus ik moet thuis even opladen. Maar wij gaan denk ik zo meteen ja, even iets eten of iets snacken ofzo. Want ik heb best wel honger. Ik breng maar een klein stukje stokbrood op vanmorgen. Ah, we zijn eigenlijk niks te doen. En oh ja, ik zou dus eigenlijk moeten werken vandaag op de kerstmarkt. Maar de weersverwachtingen waren zo slecht dat de hele kerstmarkt is afgelast. Dus dat is eigenlijk ook wel heel erg chill. Want ik moest om 10 uur beginnen. En ik word om 10:30 wakker. Dus dat is top. Ja. Wij gaan dan denk ik even iets eten. En dan even iets kijken op de tv. En lekker gewoon een zondag chill dag houden. Want dat is gewoon hartstikke lekker. Zo. Nou, dat is een lekker tussendoortje, dacht ik zo. Met een flesje. Wat ken je nog? Van die groene limonade. Dat ik vroeger altijd. En dat is echt een throwback. En we gaan Victoria's kijken. Ook een throwback. We zijn lekker zondag nostalgia dag. Oh, kijk die balken in mijn scherm. Dat is gek. Nou, we gaan lekker opsnoepen. Lekker Victoria's kijken. Zo, dit is ons avondeten. Saté is niet zo. En paella die je gewoon lekker kan roeren. En is het gewoon klaar. Flesje water is op. Dat is goed. Het bakje chips is ook goed opgegeten. Vandaag is ook echt zo'n nutteloze dag. Echt weinig gedaan. Hebben we niet veel gedaan, hè, Mies? Nope. Nee. Maar het was sowieso echt een gekke dag. Want ik had verwacht dat ik de hele dag moest werken, weet je wel. En toen was het dus gewoon afgelast. Dus dat is sowieso wel een beetje gek. Maar ja. Kijk, Binky is lekker aan het chillen. En Daisy ook. En Daisy. Liefie. Ben ik het eten? You're the snack. I'm the snack. Lekker. Pets. Nou, een heerlijke maaltijd. Binnen een kwartier. Nom. Binnen een kwartier. Wat een kip. Dit was mijn tutorial. Hè? Hoe moet je eten maken? Doe het in de pan. Doe het in de pan en roer het. Oké, ik ben weer thuis. Rode wangetjes van de kou, want het was buiten echt zo koud niet te doen. Ik ga eerst mijn camera een beetje opladen. Oké, kwartiertje verder, camera even iets meer opgeladen. Maar ik dacht, we gaan even van de situatie gebruik maken. En ik ga even bijpraten over gisteren. Het was gisteren echt zo leuk. Echt super gezellig. Met de hele familie kerst gevierd. Mocht je de vlog niet hebben gekeken, doe dat even. Hij is heel erg leuk. We hebben dus dobbelcadeautjes gedaan en loodje cadeautje, zeg maar. En we hebben een hele tas vol met allemaal leuke dingen. Dus ik denk, ik ga gewoon even een unboxing doen. Even grabbelen. Eerst wat ik tref is sokken. Oh, dat is handig. Trouwens, heel veel dingen voor me uitzetten al. Ik ben er hartstikke blij mee. Gouden onderzetters. Hartstikke leuk. Vind ik wel echt heel leuk trouwens. Next. Een Rituals pakket. Ja, een Ritual pakket. Echt super lekker. Body cream, douche gel en een scrub. Dus dat is lekker. Oké, gaan we weer. Oh ja, dit is ook voor de AZ. Voor wijn. Hier zo'n wijnstopper. Voor als je, als je de kurker uithaalt. En een kurkentrekker. En er zit hier ook een mesje in. Dus dat is ook handig voor later. Nog meer gewoon. Een maskertje.
Ja, dat is grappig. We hebben een tosti-ijzer. En nog een bordspel, Kezen. Laat ik hier trouwens even een foto van maken. Dus dat zijn de dingen die ik samen... Dit is trouwens samen met Michelle. Hè. We hadden dan... een moment hoor. Ik heb heel veel geluid. Dan gingen we gewoon voor elkaar dingen strijden. Dus het is onze buit van ons allebei. Dus dat. Dan had mijn zus, die had mij getrokken met loodjes. En ik heb van haar het beste vriendenboek voor grotere mensen. Dus eigenlijk gewoon een vriendenboekje, maar dan niet met vragen als wat is je oogkleur. Gewoon wat leuker. Gewoon... Ja, dat dus. Dan is dit Michel zijn gedicht. Dit is mijn gedicht. En dan heb ik nog lampjes. 14 meter. Mijn zus dacht eigenlijk dat het gewoon lampjes waren. Maar 14 meter. Het is voor buiten. Dus bewaar ik ook maar voor ons uitzet. Maar in ieder geval hartstikke verwend. En sowieso de hele avond was ook echt super gezellig. Met de hele familie word ik sowieso heel erg blij van. Ik ben een familiepersoon. Laat even weten in de reacties. Vinden jullie het leuk ook om met familie leuke dingen te doen? Of zijn jullie wat minder, gewoon wat meer op jezelf? Let me know. En het is nu tijd voor een vakje. Het is de 15e. Sowieso dat ik hem niet normaal kan openmaken. Dus ik zet jullie even hier neer. Het is een face wash. Ik ga hem even ruiken. Oh, er is zo'n stom ding op. Waarom doen ze dat? Het is geen tandpasta, er hoeft niet per se zo'n ding op. Ik weet niet echt of ik dit zou gebruiken. Hij zit trouwens ook echt helemaal niet vol. Want ik kan echt zo erg erin knijpen. Voordat er iets uitkomt. Kijk hoe ver ik hem inknijp. Dat hoort echt niet. Dus er zit super weinig in. Maar ja. Het gaat om te zien. Nou. Toch best een grote verzameling. Ik heb het koud. Ik ga lekker in mijn bed in.